Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 23, mijn nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Yeah! In de vorige aflevering zijn we helemaal hier naartoe gevlogen. Hebben we een paar daar sidequests op outset gedaan. En in deze aflevering zouden we gaan beginnen met de Pit of 50 Trials. Dus zonder enig op onderhoud, laten we daar naar binnen gaan. Dus ten eerste wil ik iedereen heel erg bedanken voor het meedoen met, bij het joinen van de livestream. Dat was namelijk een... De afgelopen twee dagen zijn er livestreams geweest voor een oefenronde. Oh, hier kunnen we ook nog gratis feetjes krijgen. Maar ja, ondertussen heb ik al mijn dinges vol zitten. Dus ik heb geen feetjes nodig. En hier staat ook een waarschuwing opgeschreven. The Savage Labyrinth. Deep in the never-ending darkness, the golden shard you seek awaits. Dus laten we daar maar ingaan. Dus, ik wil jullie daar sowieso voor bedanken. En even over de vorige twee parts. Serieus, de ene was te lang, de andere was te kort. Serieus, man! 15 minuten, vroeger kon je nog maar... Had je video's van 10 minuten of zo, maximaal. Tegenwoordig dat het oneindig is. Jullie zijn een beetje verwend in de tijd. Goed, de gimmick in deze pit of 50 trials, zoals dat deze bekend staat. Je komt elke keer op een verdieping. En in die verdieping moet je alle vijanden uitschakelen. Dan gaat de cirkel van vuur gaat dan uit. En zo kun je dus... Ga weg. En zo kun je dus zeg maar verder gaan en verder gaan. Ik weet niet precies hoeveel floors dat er zijn. Ik ga niet een floor counter er neerzetten of zo. Aangezien dat we al de HD counter hebben. Dus komt weer net zo in beeld. Dit is ook een hele fijne plek om inderdaad... mocht je nog zeg maar joy pendants nodig hebben. Of skull necklaces of iets zeg maar wat je nog moet collecten met de grappling hook. Je zou dat hier kunnen doen. Tenminste, zover ik weet. Volgens mij kan dat wel. Ik weet het niet. Ik zal het eventjes uittesten voor de zekerheid. Maar ik wil eventjes mijn grappling hook. Dankjewel. Maar de camera hebben we hier niet nodig. Dus ik zeg, de camera hebben we hier niet nodig. Dus doe maar daar even een bom op. Ben ik gewoon heel eventjes nieuwsgierig naar. Want zoals je ziet, droppen dus geen items. Helemaal niks. Dus ook geen choo-choo's volgens mij. Helemaal niks. Krijg je geen rubies, krijg je geen hartjes. Normaal gesproken ook in de normale versie. Dus ook al speel je zeg maar gewoon normaal. En niet in hero mode. Dan nog krijg je geen hartjes van deze vijanden. Whatsoever. Deze vijanden droppen dus helemaal niks. Dus ik zou nou heel eventjes gaan kijken of we inderdaad het tegenkomen. Volgens mij elke 10 floors krijg je een reward stukje of zo. Dus oh boy. Hi. Hoe gaat het ermee? Dus Wee! Deze beesten zijn eigenlijk best wel makkelijk te verslaan. Kom eens hier. Bam! Dus je wil ook heel erg zuinig zijn met je pijlen en met je bommen. Misschien was het handiger geweest om heel eventjes de laatste pijlen upgrade te gaan halen. Maar ja, we waren nou toch bij outset, dus ik dacht bij mijn eigen, waarom ook niet. En ik moet zeggen dat we het op dit moment nog niet echt verkeerd hebben gedaan. Ik bedoel, serieus, we hebben nog steeds geen enkele game over gekregen. Dus ik vind het op zich vind ik wel leuk. Nou had ik een reactie gekregen over een vraag wat ik de sterkste Link vond. Een beetje een aparte vraag, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, hoe... Hé, je mag maar geen schade geven. Hè? Paas erop, hè. Ik heb maar een beperkt aantal hartjes. Maar nou heb ik dus die vraag wat ik gekregen. En in plaats van die te beantwoorden in de reacties, dacht ik bij mijn eigen van misschien is het leuk om dat te beantwoorden in de video. Maar ik moet zeggen, de vraag vind ik een beetje apart. Wat vind jij de sterkste Link? Ik ben er heel eerlijk over. Ik vind het een aparte vraag. Ik neem aan dat je bedoelt van wat je dan de Link vindt die echt het fijn speelt. Of de beste aanvallen heeft of zo. Gewoon in het algemeen de beste Link dan. En heel veel die zouden gelijk van mij denken de Ocarina of Time Link. Maar dan ga je eigen vergissen. Want qua links of rechts... Moet ik heel eerlijk zeggen, de Link van Twilight Princess, een spel wat we dus nog niet gedaan hebben... Daar vind ik eigenlijk een van de beste Links. De manier waarop dat je je zwaard kan gebruiken. En de manier waarop welke items dat hij heeft. Oh, dan kunnen we het even uitproberen. Ja, je kunt joypanders van ze stelen. Oké, dat wouden we even weten. Dus bij Moblins kunnen we dus ook zeg maar gewoon... Pas erop, hè. Bij Moblins kun je dus ook zeg maar Skull Necklaces jatten. En bij eventuele Darknuts, mochten we die tegenkomen, kun je dus ook zeg maar Night's Crest vinden. Maar serieus, Night's Crest... Op dit punt van het spel moet je gewoon echt de Hurricane Spin-off hebben. Vergeet niet, als je naar binnen toe gaat, je hebt de Mero Shield nodig. Die heb je echt nodig. De Hookshot is niet nodig. Maar de Mero Shield, definitely een aanrader. Dus hou daar rekening mee. Goed. Nou. Hier hebben we toevallig de Moblins waar ik het over had. Piece of kaak. En auw. Met zijn botermesje.
De Master Sword, nou dat we die dungeon gedaan hebben, is nou wel iets sterker. Waardoor dat we dus nou een beetje meer schade tegen de vijanden kunnen doen. Waardoor dat het dus makkelijker is om die vijanden ook te verslaan. Yay! Nou, ik denk niet, joh. Kijk, we komen nou bij onze eerste rustpunt. Mocht je nou te veel schade hebben opgenomen, dan zou je hier dus zeg maar kunnen ontsnappen. Maar dat gaan wij dus niet doen. Ik heb voor deze specifieke, ja, dungeon. Het is niet echt een officiële dungeon. Ik krijg heel veel rubies van, dat wel. Maar ik moet wel zeggen, in deze... ik denk dat we in... Ik noem het gewoon een officiële dungeon eigenlijk. Want ja, je zit de hele tijd ondergronds. Maar ik denk persoonlijk dat ik dit niet in één part kan gaan doen. Auw. Nou, mocht je hier nog even golden feathers willen halen, dan kun je dus hier van hun jatten. Heel erg handig om dat te weten. Dus, en op een of andere manier zijn heel erg veel mensen benieuwd, zeg maar, hoe dat mijn dagelijks leven er eigenlijk een beetje uitziet. Nou, mijn dagelijks leven is niet echt zo spectaculair, hoor. Ik bedoel, het zijn heel vaak van die dingen, zeg maar, die je dan moet regelen als, volwassen zijnde, met rekeningen en al die. Maar daar ga ik jullie natuurlijk mee even vervelen, want het is heel erg saai en vervelend en... Daar ga ik jullie echt niet mee lopen lastigvallen. Maar ja, normaal gesproken mijn dag in oktober heb ik het nou heel erg druk. Want ja, ik heb evenementen dus, zeg maar. Zoals First Look, die staat nu voor de deur. Nog maar een paar dagen, dan hebben we de First Look. Dus hier wil ik eigenlijk eventjes de hamer voor hebben. Als je de hamer namelijk gebruikt, dan al die groene slimes, die zakken dan niet meer de grond in. Die komen dan gelijk, zeg maar, bovengronds, waardoor ze je makkelijker raken. Nee, maar... ja, normaal gesproken in de ochtend als ik wakker word of in de bijna middag, omdat ik ben een nightwalker, zoals dat heet. Ik ga echt heel laat pas naar bed toe. Dus, maar ja, dan heb ik gewoon dus zeg maar standaard, dan ga ik fanmail eventjes lezen, dan pak ik een kop koffie erbij, kijk ik ook nog een paar YouTube video's. Nou, na de koffie dan ga ik bewerken, dan ga ik eventjes plannen van hoe dat ik met opnemen ga doen. En ja, het opnemen dat duurt zo'n 2 uur ongeveer. En het ligt eraan hoeveel dat ik al opgenomen heb. Normaal gesproken neem ik iets van 3 of 2 afleveringen op. Omdat er heel veel geknipt moet worden. Hier heb ik gelukkig nou het voordeel dat er maar weinig geknipt hoeft te worden. Maar ja, dan is het uploaden. Dan is het opnemen met andere mensen toevallig misschien nog eventueel. Of we hebben een livestream. Of we zijn gezellig met z'n allen gewoon eventjes lekker op Skype aan het kletsen. Dus ja, dus... En is dat bijna dan iedere dag zo? Bijna wel. En ja, de vrije tijd die ik dan heb, die probeer ik dan inderdaad wel een beetje in te steken om bijvoorbeeld dan Hyrule Warriors op dit moment te spelen. Of om de Super Smash op de 3DS te spelen. Over Super Smash gesproken, dat is heel erg... Nee, jij mag mij niet raken. Paas erop, hè. Over Super Smash gesproken, er is nou een officiële release date aangekondigd voor de Super Smash. Super Smash zou op de Wii U uitkomen op 5 december. Dus dan kunnen jullie dat alvast in jullie agenda noteren dat 5 december de nieuwe Super Smash eraan gaat komen. Dus, oh boy. Achaka! Oké, even gelijk mijn schild gebruiken. Deze beesten die wil je dus echt met de A-counter gelijk raken, want anders gaan ze allemaal van die kleine rotbeestjes afspugen. Uitpoepen. En dat is echt gewoon niet grappig. Dat is echt... Dat is zwaar vervelend. Geloof mij dan maar. Als je die kleine windjes kan uitlopen, dan moet je heel weer langzaam. Dus ja. Dus, oh, dan hebben we hier een combinatie van. Het grappige is bij deze combinatie... Hier. Echt, het enige wat je nodig hebt is eigenlijk de boomerang. Elke vloer heeft zeg maar eventjes een momentje dat een item gewoon heel erg handig is. En je kunt hier wel pijlen en boog gaan gebruiken. Maar ja, omdat je pijlen zeg maar... je hebt maar een bepaald aantal pijlen. In dit geval hebben we er maar 60. Dus ja... Sorry. Ik zat even een brok in mijn keel. Maar je hebt maar een aantal pijlen. In dit geval hebben we er dus maar 60. En een boomerang heb je oneindig. Dus ja, dan mag gewoon eventjes de boomerang gewoon gaan gebruiken. Dus eventjes deze eventjes pakken... En weet je wat, ik doe gewoon heel eventjes... Kablamski! Oh, sorry. Dat zal wel pijnlijk zijn geweest. En natuurlijk in die potten, daar zitten de... Ja, ik denk ook dat ze moblins heten, hoor. Je hebt miblins en moblins. Ik noem deze wel gewoon de miblins. En die met hun lantaarnpaal, die noem ik wel moblins. Ik weet het, ik ben niet echt van de officiële namen. Want iedere Zelda karakter... Van de allereerste Zelda, daar weet ik wel alle Zelda's te noemen. Van de allereerste Zelda's. Weet ik wel alle vijanden te noemen. Bijvoorbeeld wat een like-like is. En wat een keys is. En wat een tag-tight is. En een goma. En al die dingen. Dus, maar bij de Windweker. Niet zo. Daar ben ik niet zo goed in. Dus,
Nou, oké, elke vleermuis in The Legend of Zelda die heet gewoon Keys, maar... Oh, nee. Nee! Ik haat jullie beesten. Nou, val dan aan. Daar! Oké. En jij bent vervelend dat je stond tussenin met je snuit. Jij Miblin? Ik vind jou gewoon een Miblin. Miblinnetje. Dus ja. Nou, natuurlijk hebben we ook voorbereidingen nog met... Ja, de specials voor Halloween. Ja, dit is de kamer waar ik het over wou hebben. Dit is de kamer waar je inderdaad pijlen wil gaan gebruiken. Ik prefer de vuurpijlen. Want dat is gewoon namelijk one hit KO. Dan kill je ze echt in één keer. Dat is echt het makkelijkste. Dus, maar goed. Ja, de Halloween special. De 19e. Ja, dan hoop ik hem inderdaad klaar te hebben. Tot nu toe gaat alles nog goed. Ik heb alleen nog maar een paar green screenshots op te nemen op dit punt. En oh, kijk nou, bommen. En ja, ik hoop inderdaad dat dat allemaal op tijd gaat lopen. Dus, maar goed, we hebben nou al iets van 20 floors gedaan of zo. We hebben heel veel rubies weer te pakken gekregen. Dus we gaan gewoon nog een stuk dieper. En nou komen we dus zeg maar een beetje in de gevaarlijke ruimte. Hallo. Ja, eigenlijk doe ik normaal gesproken altijd jullie met pijlen. Dus waarom nou niet? Ik was eerder. Ik bedoel, ja, normaal gesproken zou het wel heel erg fijn zijn om hier dan inderdaad iets van een magic potion of zo mee te nemen. Maar ja, ik ben zo slim geweest om die niet mee te nemen. Om er voor een beetje voor een extra challenge te zorgen. Ik bedoel, het is niet zo dat je echt magie nodig hebt. Pijlen heb je wel nodig, dat wel. Net zoals hier. Deze beesten kun je anders niet kapot krijgen. Oh, 2 met 1 pijl. Nice. Oké, okay, nou. Dan wil je ze achterkantje raken. Kom op. Jij hebt ook als eerste kraakt trouwens. Kom op. Oké. Okay. Jou. En dan nog jou. En dan rennen we eventjes aan de kant. Kunnen jullie allemaal rustig ontploffen. En dan ga ik alvast naar het vuurtje toe. En dan lopen we verder in de Pit of 50 Trials. Dus, oké, hier hebben we de bommetjes nodig. Nou, mocht je geen bommen bij je hebben, er staan hier bomflowers. Dus dan hoef je je geen zorgen te maken over, oh. Paal. Bom. Bom. Ma. Hier. Ik heb eten voor je. Voor jou ook. Ma. En dan ga ik altijd gewoon hier bij het vlammetje staan. Want ja, ze droppen toch niks. Dus ik hoef echt niet op de enemy drops te wachten. Dus, Yay! Ik had het best wel soepel. Ik bedoel, we gaan best wel snel. Wat zit hier? Oh. Nee. Oké, weet je, ik ga gewoon niet zo doen. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, hebben ze hier allemaal. En dan. Bam. Nog één keer. Hamer is echt heel erg handig bij die choo-choo's. Onthoud dat gewoon, echt. Met hamer dan vlam je ze en dan zullen ze dus zeg maar niet zo'n sparkie, sparkie, shockie, shockie doen. Dus zeker handig om dat dan zo te doen. Oké, we hebben hier. Nee, ik haat jullie. Dit gaat even een beetje magie kosten, maar ik haat jullie. Dus mij maakt het niet uit. Half vier. Nice. Oh, het zou zo mooi zijn geweest als ik ook echt in dat gat netjes zou vallen zonder duizelig te zijn. Dat was een van de beste spinaanvallen ooit. Bijna gewoon... Oh, we hebben onze eerste darknet. Oh boy. Oké, nou eerst eventjes hun. Dan eventjes jou. En dan kan ik me focussen op die darknet. Swing! Ah, heb ik je pijn gedaan. Dag. Ze hebben tot hun niks droppen, want echt, normaal gesproken droppen ze echt gigantisch veel rubies. Dus, maar ja, in deze dungeon daar zit dus ook nog een kleine wijziging met sommige dingen. Dus dat wil ik zeker jullie dadelijk laten zien. Oh, hi. Als er maar eentje van jou is, dan wil je opdonderen. Nee, als er, er zit hier dus zeg maar een wijziging. In de oorspronkelijke versie, op de GameCube-versie, daar zit zeg maar buiten dit... Ja, trouwens, dat vertel ik wel op het moment als we daar zijn. Dat lijkt me een stuk makkelijker. Dus, Oké, hier hebben we dus zeg maar Flame Skulls en bomgozers. Ja, weet je wat? Hier hebben we een bom. Oké, nou, de eerste die is raak. Gaan we naar jullie toe. Je hebt het al weg. Oh,
Auw. Dat is niet aardig. We hebben een bom. Op zich, zo ver op Hero Mode pas 4 had je schade, is niet echt verkeerd. Ik moet zeggen dat ik behoorlijk tevreden ben met hoe ver dat het nou nog eigenlijk gaat. Dus... Oh boy, 2 Darknuts. Nou ja, alsof we die niet al gehad hebben in de Hyrule Castle gebeuren. Oh, dat is een verhaal. Auw! Moet wel op de goede staan. Hoppakee. Oké, eentje die is nou zijn arm kwijt. Nou, jouw beurt. Dude, je stond in de weg. Daarvoor kreeg je nou een klap tegen je kanus. Kanus, manus. Oké. Dus laat ik jou nog heel eventjes. Ja, je kunt proberen mij een trap te geven, maar ik geef jou gewoon een oplawaai hiermee, hoor. Oké, nou, volgens mij was dit de laatste kamer in deze ruimte. Dus nou hoop ik inderdaad dat we nou op de helft ongeveer zitten. Nou ja, we zitten wel over de helft heen, denk ik. Yep. Nou, dit is dus zeg maar, zoals ik al in de God Dungeon zei, hier zouden normaal gesproken een paar hartjes in zitten. Maar ja, helaas, het is horror mode. Dus helaas. Maar ik wist dus niet wat we hier moesten doen. En ik had dus het probleem dat ik hier dus, ik weet niet hoe lang alles heb geprobeerd. Ik heb een bom opgepleurd. Ik heb echt van alles hier tegenaan gegooid. En ik wist dus niet wat ik moest doen. En ik kwam deze kamer ook nog niet eens uit, want zoals je ziet, er is geen uitweg. Dus toen heb ik gewoon het spel gereset, denkende van, damn, wat moet ik hier doen? Dit is echt serieus gebeurd de eerste keer dat ik de Wind Waker op de GameCube speelde. Oh, verschrikkelijk. Maar goed. Je speelt dus dit nummer. En volgens mij zit hier een wijziging in. Volgens mij is dit echt alleen in de HD-versie. Op het moment dat dit kistje tevoorschijn komt... zit hier in de GameCube-versie iets heel anders. Want in de HD-versie... zit er een stukje van de Triforce! We hebben een stukje van de Triforce, wij hoeven nog maar 7 stukjes te gaan halen. Yay! In de GameCube-versie zit hier namelijk een paarse kaart, namelijk een Triforce Chart. En die moet je dan eerst laten ontcijferen door Tingle, dat kost heel veel rubies. En dan moet je hem op gaan graven, noem het maar op. In deze versie hebben we het een stuk makkelijker gemaakt. In deze versie zit hier al gewoon een standaard Triforce-piece in. Nou zou je hier dus naar boven kunnen gaan en denken bij je eigen van, ja, dat is niet nodig. In de GameCube-versie ga je verder voor een piece of art. In de HD-versie ga je voor iets anders verder. Maar, zoals ik al zei, je hebt dus de Mirror Shield nodig om die weg open te maken. En dat doen wij allemaal natuurlijk in de volgende aflevering. Nou, zoals ik al zei, het is een soort van dungeon, dus ik doe nou niet het selfie-outro. Ik hoop dat jullie daar wel de begrip van hebben. Ik heb de reacties trouwens gelezen. Jullie hebben liever nog altijd de hint op het einde van de Let's Play... Wat best wel leuk is. Nou, dan houden we het daar gewoon op. Dus heel erg bedankt voor jullie inzendingen en jullie mening daarover en de feedback. Dus voor de rest hoop ik jullie allemaal weer te zien morgen in een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20 en ik zie jullie morgen. Doei!